Hey mensen, je kijkt naar Spooky 611 en we gaan weer Black Ops 2 spelen. Yes, en we zijn Menendez aan het afluisteren. Get low. We're talking about the down drone. Ik zit bijna tegen zijn kont aan. Het is niet echt een lekker klusje vandaag. In Blobs. Oh. The Americans are always watching me. They know even less than they think they do. Damn it, we're moving out of range again. Let's go. Ik denk al, waarom zit ik de hele tijd tegen zijn kont aan te kijken, maar ik moest hem even afluisteren. Lekker slapen, jongen. Here comes Menendez. Yeah, it looks like he's meeting someone else. DeFalco. DeFalco. Daar heb je hem. After today's agreement, everything is now in place. El lugar de la próxima reunión ya está acordado. Indeed. He will meet you in Peshawar, northern Pakistan. Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al dron esté disponible antes de nuestra próxima discusión. I will handle it personally. Buen fortuna, DeFalco. Okay. Okie dokie. These drones are really pissing me off. Let's get going. Come on. Ik heb het gevoel dat er weer een battle aan zit te komen. Let's go now, we can't lose Menendez. Nou, go, rennen dan. Salazar, we've lost Menendez near your position. Can you eyeball him? Oh. Did you secure transport for evac? Not yet. Area's a little too hot. Stay on it. Alsof die ons niet zien. A bit too obvious, sorry. These guys are in our way. Yeah, this. Easy. Goed zo. Gaan we auto rijden? Zou ik wel zo leuk vinden. Nee. Jammer. Come on, train yards this way, let's go. Is very different from the other models. Extracting the central computer is not a simple task. A series of security barriers are directly linked to the unit's self-destruct mechanism. Such things are not a concern. The meeting on June 17th will resolve any remaining barriers to our success. Alright. We hebben in ieder geval de second en third mission info gerecord, maar volgens mij hebben we de eerste niet gerecord, omdat ik toen naar een kont zat te kijken van meneer Harper. Time CIA had interrogation rooms like this all over the world. All of them was geared towards some sort of psychological manipulation. Holy shit. God knows the kind of shit that went down back then. Looks like we gotta get wet again. Oh nee. Meen je niet?
Ah! Holy shit. What the hell? They should be right above us. Okay, let's try this again. Of course. Not only am I aware of the infiltration, I engineered it. God. Damn! He's onto a section! Look out! Grenade! Hij weet het gewoon. Wow. Holy shit. Oké. Okay. Nou. Dat doet Menendez mooi. En nu moeten wij... zwemmen! Wij gaan nu zwemmen. Hallo, wij gaan zwemmen. We need to kill! Yeah! Because Black Ops 2 is all about killing! Ik zat daar nog in het hoekje, kon niks doen. Oh nee, jongens. Oh nee. Half of fucking Pakistan. Hey, kappen! Nou, dit ga je niet menen. Die kerel duwt me gewoon in de line of... Die duwt me gewoon in de line of sight van die drone. Waardoor ik door die drone werd geraakt. Nou, nog een keer. Hey, kappen. Niet zo in de weg zitten, meneer. You're a miracle worker, Salazar. Shit! Half of fucking Pakistan's outside that damn port! I need Brutus and Maximus to keep the heat off! Ja, ik wil Brutus besturen. Brutus! There we go. Ze dacht ook, what the hell is dat? Brutus! Maximus! Brutus and Maximus for the win. Salazar, where are you? 30 seconds out. Nog 30 seconden. Huh? Wat was dat? Nou, we gaan weer terug naar Brutus. Now or never. Salazar! Go, 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 go! Yes! Nou, kom op rijden. Gassen. Admiral, we've commandeered enemy SCVs. Request immediate air support and extraction. Negative, Commander. You got the whole fucking SDC descending on your current position. Now, there are many escape routes throughout the town. Use the drones to clear safe passage for the SCVs. What if the SDC gets to us first? Then you better hope that they're in a fucking good mood. Nou, dat is altijd lekker positief, jongens. Het is altijd super positief. Ik snap er niks van. Clear a pass for a section. The SCVs are blocking the way.
Okay. Maar. Woehoe! We kunnen rijden hoor. Rijden like a boss. Oh shit! Nou, continue in de drone. Oh, oké, okay, dat geloof ik. Hoppakee, jij ook? Jullie? Hoppakee. Ik zie niks meer. Hallo? Oh, we hebben gefaald. Wat? What happened there? Ik zag het niet. Oeh. Hoppakee. Nu. Nu. No. No, go. Go maar op. Oh shit! Oh shit! Zo, die drones zijn wel handig. Kom op. Oh shit! Af te bouwen hier. Bam, zo erheen. En dan. Dan gaan we daar tegen. En dan. Wat? Ja, daar ging de drone. Oh shit. Go. Oh, Harper. Wat is er met Harper? There's our evac site. Woo! Finally. Oh shit, now what? Hey, Zhao! Okay, whoa, hey. Take American it easy. Horses should not be in Pakistan. Tian Zhao, he fought alongside my father in Afghanistan. So, hij is oud geworden. We have no quarrel with China, General Zhao. Our only interest in Pakistan is Raul Menendez. Then we have something in common. But know this, American. If you are really here for Raul Menendez, I have no need to kill. Okie dokie. Ja, ja. Waterlocked. Prestatie ongrendeld. Dat was weer flink wat. Ik ga de volgende keer verder. En ik zie jullie de volgende keer bij de nieuwe Call of Duty Black Ops 2. Doei.